tonprater staat klaar. De tweede tonprater die gaat door het leven als Piet Vermeer, als Piet de Post. U ziet hem bijna elke dag en u hoort hem bijna elke dag door het dorp flitsen. Piet was ook op de 06 party bij de Beuken als aanleiding om ook carnaval te gaan vieren dit jaar. Bij die 06 party kwam hij behalve een aantal nummers op het spoor, die u ook allemaal kent, ook op het spoor van een 06 organisatie die een hele nieuwe stroming in Helvoort wilde gaan betekenen. Piet ontdekte namelijk dat er in Helvoort een zeer behoorlijke belangstelling is voor het travestiegebeuren. En Piet die heeft tijdens zijn routes langs de wegen heel wat klanten kunnen vinden die bij zijn club zich hebben aangesloten. Piet die heeft zich een beetje stijl aangemeten. U ziet het daar aan hetgeen hij drinkt. U kunt zich begrijpen dat een toneel krijgt hem een beetje tegen de borst uit. Piet heeft zich vanavond piekfijn voor u in orde gemaakt. Doorgaans is dit alleen maar bestemd voor de groep mensen met wie hij zijn drang niet kan onderdrukken. Hij is vanavond als travestiet en we noemen hem Traves Piet. Gastenbos hier, dat is meer voor de gemeenschap. De keizer, die had het zo al veel te druk. De nap, die wilde wel. Nee, zei Mintje, liever niet, want onze Henk, die loopt overal van over. De klok, die vonden we te klein.
Want de club van travestieten, die is best groot. Of zijn jullie niet op die 06 party geweest bij de Beuken? Dan hadden we allemaal kunnen zien hoeveel liefhebbers onder de mannen hier in Helvert te zijn om in vrouwenkleren te lopen. Dus de Beuken, die wilden wel als broer en Mart mee mogen doen. Maar het kon alleen 's morgens maar eens tussen 7 en 10 uur. Zo was ik ook bij de dokter geweest. Bij dokter Kraak. Best een toffe meid trouwens hoor. Ze zegt, kom maar vlug, want ik ben al over tijd. Ik zeg, dat komt goed uit dokter, want daar krijg ik misschien ook nog ooit mee te maken. Bij de pastorie ben ik geweest in verband met de kerkbalans. Hans Hageman die deed open. Die pastors die schrikken tegenwoordig ook nergens meer van. Vroeger, toen hadden we een pastoor en een kapelaan. Maar is een heel forse pastoorsmeid. En als daar een BH van losgoot, dan vielen ze op de knieën. Toen ben ik met een Riek van een buurtwinkel gegaan. Omdat ik dorst had gekregen. Als Riek aanwezig is, dan lijkt het meer een buurtwinkel dan een melkzaak of een slijterij. Ik denk, wel maar buurten, dan doe ik mijn eigen wel te goed aan de reclame. Bokbier met glas gratis. Doordat ik er zo onder het buurten een stuk of 6 opgedronken heb, zeg ik tegen Riek, Riek, ik ben er weer van tussen, tot morgen hoor. Hoe is, zeg ik, jij moet dus nog betalen. Ik zei, nee Riek, je hebt zelf op uw bord gezet. Boekbier met glas gratis. Maar ja, er wordt in Helvert wel meer vreemde reclame gemaakt. De verkiezingen die waren niet echt verrassend in Helvert. In elk geval de uitslagen niet. Maar ik heb wel het gerucht opgevangen dat Huubke Poels samen met José van Alphe met een eigen lijst uit willen komen. Ik ben al bij Henk Panenburg geweest om te vragen of ze samen in één lijst kunnen. Lekker spul trouwens. Vroeger dronk ik altijd bier, maar dat stond niet bij mijn pak, zeggen ze. De gemeente, die heeft trouwens plannen gemaakt om te stoppen met boeren. En nou is het een ambtenaar met boeren verstaan is niet erg, als je het maar weet te gebruiken. De buitendienst die stuurde Jan Scheffers en Jos van Diessen naar het buitengebied om mollen te vangen. Uren hebben ze daar gestaan. Maar komt hij of komt hij niet? Toen hebben ze maar besloten om een kuil te graven, want als de mol toch zou komen, dan wilden ze hem levend begraven. In het najaar waren heel de ploeg aan het bladharken in de Kastanjelaan. Bij jouw rooiers stond er een uit die ploeg, Piet van Woutje Panenburg. Die stond met zijn gezicht naar de kerk. Hij zei, lieve herken, laat het alsjeblieft kaal avond worden. Als het kan nog voor de middag. Hij had helemaal geen zin in bladharken. Maar nadat ze alle blaaier op hopen hadden geharkt, is Ries Scheffers opgelaaien met zijn krantje. Toen dacht hij eraan dat hij voor 12 uur nog gauw even naar de werf moest. Dus hij dwarrelt met zijn blad door de Lindenlaan. De Lindenlaan, die wordt Kastanjelaan. Maar dat vond hij wel makkelijk, want dan hoefde hij hem niet meer te kiepen op de werf. Ik ben toen op een mooie zomeravond een keer naar zijn eigen clubhuis gegaan. Jo en broer, die hadden ieder een eigen brommer gekocht. Want ze zijn er eens van gaan nemen, de toekomstige opa en oma. Ja, zie je ook, maar ik heb nog nooit op zijn ding gereden. Och, zei broer,
Was je even eruit gezet. Wessindige broer, zei Joke. Hij zei, oh, zit die gastgever eens vooruit. Broer, zeg het nou eens duidelijk en luid. Gas geven is vooruit, zei broer. En remmen is stilstaan. Maar ja, remmen en gas kunnen ooit kort bij elkaar zitten. Eerst wil broer het stof er nog afblazen van je eigen bromscooter. Ach, laat maar zitten, zei Joke. Ik heb toch een zwarte rok aan. En achteraf, zei broer, had ik eigenlijk beter eerst de deuren van de grote zaal open kunnen zetten. Want nou reed Joke zo open. En broer reed mee. Ik weet niet of dat ze naar de rand nog weg zijn geweest met een brommer. Maar 2 uur naar de rand hun ik broer nog brommer. De dag daarop moest ik naar de slachter. Om wat vlees en beleg te halen. Wat ze daar nou allemaal voor het verkopen, dat weet ik ook allemaal niet meer. Maar ik denk dat ze daar stiekem het asielzoekersprobleem op moeten lossen. Westfalse salami. Zigeunersnitzel. Bretons gehak. Hongaarse goulas. En zo hebben ze nog een stel meer. En dan nog gehak half om half. Daar geven ze altijd maar van te rooien, wanneer de één helft of de andere helft van gemaakt is. Ik vraag mijn eigen wel eens af, komt er hier nog een helft scharrel vergen aan de paas? Toen wij afgelopen maandag in ons nieuwe clubhuis bij elkaar waren, toen moest ik naar het toilet. En dat doe ik tegenwoordig met gemengde gevoelens. Waarom doet u zoiets? Het komt me misschien wat beter af onder de mannen. Kees en Jan van Gurkum van de Dalton Groep. Die zijn ook lid geworden van ons club. Toen we van de zomer waren wezen fietsen, zei Kees tegen mij, eigenlijk is deze veel gemakkelijker zit. Hij zei van, nou kom ik niet meer met mijn broek tussen de ketting. En dan nog dat bevrijdingsfeest. Als je die oude schotten de helft zag lopen, of dat ze nooit weg geweest waren. Dan komt ze een oude schot naar me toe. En die zei, you are an important woman in this village. Ik zei, yes, I am. But my English is not good. Hij zei, can I ask you, the big church, why is she closed? En daar stond ik, met mijn mond vol tand. Daar had ik geen antwoord op. Ik zeg, yes. Het is waar. What did you say, zei hij. En ik weer. Yes, het is waar. Then I will come back with my sons. Nou, daar begreep ik helemaal niks meer van. En toen ik het naar de rand is nagevraagd, bleek dat ik had gezegd dat het oorlog was. En hij wilde nog terugkomen met zijn zoons om ons alsnog een keer te komen bevrijden. Janske van Lieshout, dat waren net een jong meisje. Als je die tussen 2 oude schotten in de hermenie voorbij zag marcheren, dan moet het toch heel rap zijn. Zo was ik 14 dagen geleden mijn eigen aan het uitlaten. Want een hond, die heb ik niet.
toen de brandweer met loeiende sirenes en heel veel vaart op de Nudenhoutseweg voorbij kwam gereden. Schoorsteenbrand bij Harry Panenburg. Ik zag dat wel, maar de brandweer niet. Harry en Door stonden allebei nog te zwaaien en ze hadden geluk dat ze niet omgereden werden, want een brandweer immer geradeaus. En dan moet je blij zijn dat de schoorsteen kan blijven roken. Hier hoefde niet mee te lagen hoor, want de brandweer die laagt hier ook niet mee. Het is bij jullie altijd water en vuur. Want samenwerking, daar hebben ze nog nooit van gehoord. Ik sta er al heel lang van te kijken dat Ad van Bijnen en Ad Medels elkaar niet meer in de haren gevlogen zijn. Zo zie je maar, 0611, als elke seconde telt. Maar het wordt zo stil aan mijn tijd om weer een keer te vertrekken hier. Ik heb weer genoeg gekletst over Helvert. Als er nog mensen zijn, mannen, die belangstelling hebben voor ons nieuwe club, s'morgens maar eens tussen 7 en 10 bij de beuken. Adieu, hè. Wachten op de eerste travestietenshow in ons dorp.